We zijn weer op het veld bij FC Lienden. Bij ons een speler die de afgelopen twee wedstrijden heeft meegedaan bij FC Lienden. En ik heb gehoord dat hij een contract gaat tekenen voor 1 jaar. Die persoon is Wouter Vogel. Wouter de Vogel, corrigeerde je mij zojuist, Wouter. Ja, klopt. Er wordt vaak Wouter Vogel gezegd, maar het is de Vogel. Die fout zullen we natuurlijk nooit meer maken. Ja, Wouter, jij hebt een hele historie in het voetballen. Je bent opgeleid bij eredivisieclubs. Ja, klopt. Ik heb 6 jaar, als het goed is, bij AZ in de jeugdopleiding gezeten. Een jaartje vuurt aan Telstar. Daarna veel clubs gehad. En nu sta ik hier. Ja. Je hebt een aantal blessures gehad en die waren nogal langdurig. Vandaar dat je eigenlijk niet meer op eredivisieniveau mee kon waarschijnlijk. Hè? Nou ja, kijk, zelf weet je niet wat die blessures inhouden. En achteraf ga je wel nadenken en dan denk je bij jezelf van ja, het zijn toch echt de ergste blessures die er maar kunnen zijn. En daar heb je toch nog wel een tijdje last van en ik hoop dat ik daar nu wel overheen ben. Het is voor jou misschien een hele mooie mogelijkheid om toch weer in dat jaar een beetje je niveau te halen wat je hiervoor had. Ja, zeker. Ja, ik wil gewoon weer elke wedstrijd spelen en als ik weer wedstrijden ga spelen, dan weet ik zeker dat mijn oude niveau weer terugkomt. Ja. Hoe ben je eigenlijk benaderd door FC Lienden? Nou ja, ik trainde met de VVCS mee en we hadden te weinig mensen. En uiteindelijk heeft Hans Krijg gevraagd of ik hier een wedstrijdje mee wilde doen. Of wat voor mij ook even goed was, want ik had wedstrijden nodig en we hadden te weinig mensen. En zodoende heb ik een wedstrijdje meegedaan en toen waren ze gelijk enthousiast. Ik had ook geweest dat er werd gezegd dat ik stage hier heb gelopen, maar dat is niet waar. Ja, Hans Krijg junior, aparte trainer, vreemde vogel. Nee, ja, hij is hartstikke enthousiast en ik ben blij dat hij hier zit, want hij is ook een van de redenen waarom ik hier ben gekomen. Want hij heeft natuurlijk toch wel wat gepresteerd bij FC Lienden als voorganger van Hans van der Haar. En uiteindelijk moet het jou ook goed bevallen zijn, want anders had je hier niet gebleven. Nee, klopt. Kijk, hij is heel goed met me bezig en hij is duidelijk tegenover mij. En hij kent natuurlijk veel mensen in de voetbalwereld. En daar heb ik even behoefte aan, want ik moet weer laten zien hoe goed ik ben. En ik hoop dat hij mede daardoor belangrijk gaat zijn voor mij. Je mede-teamleden, ja, ze zijn nog niet helemaal terug allemaal van vakantie. Je hebt een paar wedstrijdjes met ze gevoetbald. Wat vind je van het niveau? Ja, het is me gewoon goed bevallen. Anders heb ik ook niet gezegd tegen mezelf van ik ga hier een jaartje voetballen. En die gasten zijn allemaal heel fanatiek en ze hebben er allemaal zin in. En die twee wedstrijden zijn me ook goed bevallen. Dus. Uiteraard zijn ze goed bevallen. De laatste wedstrijd scoor je zelfs 2 maal tegen Spakenburg. Ja, klopt. 2 goaltjes, altijd lekker. Ja. Eerste doelpunt vond ik een hele mooie. Je trok helemaal naar links. Hè. Vertel het zelf eens. Ja, ik kreeg de bal goed van Mark. En die speelde ze goed vrij, gaf mij die bal. En kom je in de 1 tegen 1 in de 16, ja, dan moet je altijd tot een scoringskans komen. En ik maakte een schaartje buitenom en schoot de korte hoek binnen. Ja, het was een mooi doelpunt, net onder de lat. Hè? Ja, binnenkant paal ging je erin. Ja. Ja, klopt. En dan dat tweede doelpunt, heel vroeg in de tweede helft. Ja, werd je ook fantastisch aangespeeld vanaf rechts. Ja, klopt. Die bal kwam een klein beetje achter me. Waardoor misschien kon ik hem daardoor wat beter meenemen ook. En lag goed voor mijn voeten en die bal lag er gelijk in. Ik denk dat je de komende wedstrijden die je nog gaat spelen met heel veel plezier het veld instapt, of niet? Zeker. Ik vind het lekker om weer te spelen en door veel te spelen krijg je weer plezier erbij. En, ik weet niet, ik ga gewoon die mensen laten zien hoe goed ik kan voetballen hier. Ik denk dat een heleboel het al gezien hebben. Is je verder nog iets opgevallen bij Lien? Het is natuurlijk een relatief kleine club en jij bent grotere clubs gewend. Wat vind je hier bijzonder? Ik vind het bijzonder dat het veld er nog zo bij ligt. Terwijl je hier toch in een regio zit met veel groen en heel veel boeren. En dan kom je hier en dan heb je een kunstgrasveld wat er bijna, waar je bijna nog nooit op hebt gevoetbald. Nee. Jouw voorkeur gaat uit naar gewoon gras? Ja, of een normale kunstgrasmat. Maar we moeten dit jaar nog hiermee doen. Alleen ik hoop wel dat er binnenkort verandering komt voor de club. Ik denk het ook wel. Mag ik jou, Wouter de Vogel, heel hartelijk bedanken. En straks als je gaat tekenen, heel veel plezier. En ik zou zeggen, drink er maar een kopje koffie op of zo. Ja, komt helemaal goed. Is goed. Dankjewel.